De tafel van 9 volgens Wiswijs. 1 keer 9 is 9. We gaan een stapje naar beneden en dat betekent verdubbelen. 9 er bij 9 is 18. We gaan uitrekenen 4 keer 9. Dat betekent een stap naar beneden en verdubbelen. 18 er bij 18 is 6 en 30. We gaan weer een stap naar beneden en dat betekent alweer verdubbelen. 4 keer 9 was 36, 8 keer 9 wordt dus 72. We gaan naar 3 keer 9. 4 keer 9 was 36. 3 keer 9 wordt dus 36, eraf 9 en dat is 27. We gaan naar beneden, 6 keer 9 en dat betekent verdubbelen. 27, erbij 27. En dat is 54. We gaan een stap naar beneden naar 7 keer 9 en dat is 1 stap verder. Dat betekent erbij 9. 54 erbij 9 is 63. We gaan naar 5 keer 9. 4 keer 9 hebben we uitgerekend dat was 36. Eén stapje verder betekent erbij 9. 36 erbij 9 is 45. We gaan naar 10 keer 9, dat betekent weer verdubbelen. 45, erbij 45, en dat is 90. We gaan 1 stap naar beneden, naar 9 keer 9, dat betekent 90, eraf 9, en dat is 1 en 80.